het heel tof om met een groep jonge of jong vasten te werken. En dat we die combinatie kunnen maken tussen mentale gezondheid en je fysieke gezondheid. Jullie hebben deelgenomen aan de Fit & Stressless, deel 2. Wat heeft dat voor jou betekend? Nieuwe connecties met mensen. Het gevoel van fitheid en motivatie. Terwijl jij aandacht hebt voor die zee, kan de batterij ook opladen. Fit & Stressless hebben wij bedacht omdat we merkten dat er best wel veel wachtlijsten zijn bij de GGZ. En dat heel veel jongeren te maken hebben met problemen zoals slecht slapen, piekeren, maar ook angstig zijn of bijvoorbeeld burn-out klachten hebben. Sea Hiking is onderdeel van het Fit & Stressless programma. Wat zie jij voor effecten van Sea Hiking? Wat ik zie bij Sea Hiking is dat zodra mensen een voet in die branding zetten, dat ze eigenlijk hun zorgen vergeten. De zee je eigenlijk dwingt en uitnodigt om die interactie aan te gaan met de zee, daar ook op te focussen. Ik vond het een hele leuke groep, ook een hele open groep. Iedere week kregen we ook hele goede tips mee over bijvoorbeeld slapen of voor jezelf opkomen. Dat heeft me echt een heel erg zin gegeven. Het voelde dat ik weer helemaal één met de natuur was.